We zitten in een toekomst. Voor het eerst in een toekomst. We waren net bij de vismarkt geweest. En nou gaan we zorgen ergens. Hopelijk snapt die meneer dat Lotte een wereldstekker wil. Want haar past er dus niet. Dus we gaan nou op zoek naar een nieuwe. En hij brengt ons even naar het station. Kunnen we kijken of er treinen gaan. Want we willen een keer naar Colombo toe en zo. Ja, in een toektoek. Yeah. Hallo. Hallo. Naar ons hotel toe. Het is al bijna 2 uur. We gaan lekker lunchen. Is het al bijna 2 uur? 1 uur. 1 uur. Dan is het bij jullie 9 uur. Half negen 's ochtends? Huh? Ja? Weet niet. Het waait wel. Lekker windje. Hallo. Ik weet niet of jullie het kunnen horen door de muziek. We hebben lekkere cocktails. Kijk. Nom nom. En muziek. Daar is de DJ. Kijk. Let's make a noise. You won't remember. Hallo. Ik had een tip gekregen van mijn broertje dat ik mijn vorige filmpje eindigde met het hotel liep wel mooi aan het strand, maar toen hield ik op en toen was het filmpje afgelopen. Dus daar heb ik niet over nagedacht. Maar ja, ik zal nu even ons hotel vinden. We gaan morgen wel naar een ander hotel aan de overkant van de straat. Want dat is iets goedkoper voor iets meer dagen. En we willen hier nog tot vrijdag blijven. Want daarna gaan we naar onze stageplek. Maar ja, ik zal even laten zien waar we nu zitten. En dan maak ik wel weer een filmpje als we in het andere hotel zitten. Tenminste, weet ik eigenlijk nog niet. Zie je wel. Tot goed. Doei. Nou, daar ligt Lotte. We hebben vandaag lekker rustig aangedaan. We zijn nu op het terras van het hotel. Goed jullie me horen, want wij komen al hard. En hier is het strand. Ja, het waait een beetje, het is heerlijk qua temperatuur. Het is vandaag zondag, dus alle Sri Lankanen, alle lokale mensen die gaan erop uit. Dus op het strand is het super druk. Het lijkt alsof hier niet druk. Maar ik zal een foto op nog plaatsen. Voor mensen massa is gewoon. Maar hier beneden kunnen we altijd ontbijten. Er is een terrasje en er wordt gegeten. En hier is het terras, een soort groot balkon. En dit is de bovenkant van het hotel. En wij slapen in de hoek. Maar ik ga de camera niet filmen, want dan willen jullie vast niet zien hoe zo'n rotzooi is het. Maar het is gewoon simpel. Een klamboetje en verder is het niet veel, een douche en zo. Voor de Sri Lankaanse standaarden is het wel gewoon normaal en schoon, zeg maar. Hij verwacht ook niet heel veel voor 20 euro per nacht natuurlijk. Er zit ook wel een zwembad bij, dus daarom is het ook iets duurder als normaal. Hier beneden heb je nog een terras. Maar morgen gaan we dus naar een andere. Maar dat komt wel goed. Dat was het. Doei. Nou, hij hangt hoor. Een half uur zwaar werk. Nee. Hij is ook best wel groot. Het is wel echt een goeie. Top. Kunnen we weer lekker slapen. Nou, we zijn in een nieuw hotel. Windmill heet het. Het lag gewoon aan de overkant van de straat. Nou, het was goedkoper en we moesten bij die andere toch weg. En terrasje hier, dakterrasje. En hier zitten wij, 2 stoeltjes. En Lotte heeft net onze mooie klamboe opgehangen. Lang leven van haagkaas. Ja. Hi, spullen. Hallo. We hebben zelfs een flatscreen, jongens. Dat is wel heftig, hè? Wel een mooi bedje. En de badkamer. Een normaal douche. Ja, hier kunnen we tot vrijdag wel volhouden. Denk ik 4 dagjes zo. Gaat goed komen.
kunt daar ook stilte. Hallo. We gaan vandaag een boottripje maken over het Nederlandse kanaal, Dutch Canal. En hopelijk komen we ook een beetje uit bij de lagoon hier. Allemaal met varanen en aapjes en vleermuizen. Dus dat zou best wel leuk zijn. Kijk. Dit is het. Hallo! Hij heeft kruiden gehaald, wat altijd door de curry zit. Ik weet niet waar het naar smaakt. We zijn in de Boeddha-tempel. En ik vind het wel een beetje raar om te filmen. Het is heel erg mooi. Het is helemaal handgeschilderd. 200 jaar oud. Ik weet niet of jullie me kunnen verstaan, maar ik praat heel zachtjes. Want ik vind het een beetje vreemd om hier te filmen en zo. En buiten heb je een Boeddha van 6 meter hoog. Dat is heel mooi. Het is donker. Wow, het is erg dik. Een hele grote Boeddha. 6 meter of zo. 6 meter, ja. Ja. Het is wel echt heel mooi hier. Echt super levendig en kleurrijk. En heel het verhaal wordt uitgebeeld. Het is echt heel erg mooi. Nou, dit is het gedeelte waar hel is. Je laat ze allemaal straffen zien en zo. Het is echt een beetje luguber, want het is echt eng. Het is echt heel vies en zo. Ja, want iemand zijn oog heeft uitgepookt zo. Lekker ja. En dan enge mannetjes. Goedemorgen, het is vandaag weer een nieuwe dag. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vandaag is het donderdag en het is onze laatste dag in Negombo. En vanaf morgen gaan we naar... Ndela Watala. Ja, dat spreken ze echt super snel uit. Ndela Watala, of zo. Maar daar is onze thuisplek, dus daar gaan we morgen naartoe. En vandaag gaan we even naar het busstation van Negombo om te kijken hoe laat morgen de bus gaat en welke bus we dan pakken. Zodat we vanaf nog even kunnen mailen naar onze stagebegeleider hoe laat we er ongeveer zijn morgen. Dus
Ja, het is wel spannend voor morgen. Ja, ook dat. Kijk. Ja, spannend. Zij hebben ons weer goed ingesmeerd. Anders verbranden we. Wat we niet hebben gedaan. Jawel. In onze nek. Echt de eerste dag of zo. Helemaal verbrand. Is niet erg. Zo, ik heb ook nog trouwens echt een beetje de hoest, man. Doei. Dit is het busstation van Negombo. En we hebben straks de witte bus nodig die nu hier vertrekken allemaal naar Colombo. En dan als het goed stopt ergens bij wat al aan de bus. En hij gaat even over 5 minuten. Dus.